Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Roda. Aflevering 7, seizoen 3. En aan tafel Arjen van der Heijden en Niek Vossenbelt. Heren, welkom. Het is soms heel makkelijk om aan te schuiven als je in een winning flow zit. Als je een aantal wedstrijden gewonnen hebt. Jullie hebben het lef om ook aan te schuiven na een aantal nederlagen. Complimenten daar alvast voor, vooraf. Maar ik wil eigenlijk ook gelijk de knuppel in het hoenderhok gooien. Arjen, om, ja, wat gaat er mis de laatste wedstrijden? Ja, meerdere dingen denk ik. Op zich spelen we best wel goed voetbal. Alleen ik denk dat we het zelf niet afmaken en zelf te makkelijk de goals tegenkrijgen. Ja, dan krijg je van het publiek te horen, Niek, of de feedback ook van het lijkt wel alsof er geen spirit in het elftal zit, of er niet gevochten wordt voor iedere meter. Ja, dat krijg je inderdaad te horen, maar daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want natuurlijk, dat is misschien lijkt dat zo, maar ik moet zeggen dat echt de spirit in de groep wel goed is en dat iedereen eigenlijk volle bak gaat. Alleen we zitten nou gewoon even in de mindere fase. En dat is heel makkelijk gezegd eigenlijk, zitten in de mindere fase. Maar dan moeten we keihard voor knokken om daaruit te komen. Maar ik denk niet dat het aan het aan de spirit ligt. Want ik denk dat we allemaal, elke wedstrijd, dan zien we weer van die meters. Die kunnen we nou mooi allemaal bekijken hoeveel we allemaal hebben gelopen. En voor tegen Helmond hebben we weer meer gelopen dan ooit tevoren. Dus ja, daar ligt het niet aan. Misschien is het wat een stukje volwassenheid dat meer in de ploeg moet komen. En volwassenheid, dan sluit je aan bij wat Arjen zegt. De eigen kansen beter benutten en achterin niet zo makkelijk weggeven. Ja, zeker. Maar ook als het een wedstrijd wat langer 0-0 blijft. De dingen blijven doen die we moeten doen. En niet uit de organisatie gaan lopen en geforceerd op zoek gaan naar die 1-0. Ja. Dan krijg je hem tegen. En dat, want je kan hem ook in de 85e minuut die 1-0 maken. En, dus dat moeten we. En daar hebben we het natuurlijk vaak over door de week, maar dat moeten we wel beter doen. En is het ook het gemis momenteel achterin van bijvoorbeeld een Reusler en een Douglas? Ja, we hadden toch twee basiskrachten. En Niels is natuurlijk onze captain, dus dat is wel een leidinggevende. Nou, ik denk dat die anderen ook goed kunnen opvangen, dat we met z'n allen gewoon weer voor moeten knokken. En wat Niek zegt, gewoon ook als het 0-0 blijft, niet domme dingen gaan doen, maar gewoon bij je eigen spel blijven. En dan komt het vanzelf. Blijft de trainer rustig, want die staat onder druk altijd bij de fans dan, hè? Ja, nee, tuurlijk. Voor mij is de trainer hartstikke ervaren. Ik weet niet of hij onder druk staat bij de fans, maar dat is bij ons in de spelersgroep leeft dat totaal niet. De spelers staan volledig achter de trainer? Ja, zeker. Zeker. We hebben een hartstikke goede klik met de technische staf en niet alleen de trainer, maar ook de assistenten. En hij weet ons nog elke week, elke dag te raken. Dus nee, dat is voor ons geen enkele discussie. Ik geloof jou direct, want Jurgen is natuurlijk iemand die er bovenop zit. Volgens mij, ik zie het alleen bij de wedstrijden, maar volgens mij bij de trainingen ook, of niet? Ja, klopt. Zoals je bij de wedstrijden ziet, is hij soms ook op de trainingen. En wat Niek zegt, hij weet ons nog elke dag gewoon te raken en te motiveren. Dus daar ligt het niet aan. Ja, dus daar kunnen we over ophouden. Trainer is, ja, dat is de juiste man voor deze groep. Geen discussie. Volgens mij, toen hij kwam, stonden ze 17e onder Roda. Stond 17e en was er heel veel chaos in de club. En volgens mij is sindsdien is het alleen maar beter geworden en is het eigenlijk rustig in de club. En dat heeft natuurlijk met meer facetten te maken. Uiteraard, zeker, zeker. Maar daar is hij denk ik ook onderdeel van. En, absoluut. En dat het nou even in een mindere periode zit, ja, daar balen wij allemaal van. Hoe gaan we daar uitkomen? Door keihard te trainen, door elkaar te blijven praten, beelden blijven kijken en keihard trainen. Daar begint het mee. Want het lijkt soms inderdaad dat je dat de inzet minder is. Maar ik weet uit ervaring, als je in zo'n slechte flow van wedstrijden zit, je voor jezelf het gevoel hebt dat je 110% je best doet. Maar dat je net die scherpte om te schakelen, de voorzichtigheid, het durven soms. Gewoon, als ik die club uit Maastricht nou zie voetballen, denk ik van wow, die spelen in één keer tiki-taki. Dat kan vertrouwen dus met een ploeg doen. Is dat ook wat bij jullie op dit moment dan net een beetje ontbreekt? Ja. Het vertrouwen? Ja, dat misschien wel. Je moet natuurlijk wel blijven durven en blijven lef tonen om risico's te nemen. Want fouten worden gewoon bij het voetbal. Alleen ik denk niet dat het aan de inzet en aan de meters en aan de energie die we geven ligt. Het kan misschien soms zo lijken. Maar ik denk als het net onze kant opvalt dat het heel anders lijkt.
ja, het wordt tijd dat dat dubbeltje jullie kant op opvalt. Ja. Nee, ja, zeker. Wat ik zeg. Ja, weet je, dat was wel misschien een mooi voorbeeld tegen Jong Utrecht thuis. De eerste helft, toen begon het publiek wat te morren dat wij die ballen te veel achterin aan het rondspelen waren. En dan zie je toch wel, vooral bij de jonge jongens, die dan misschien wat gaan twijfelen. En ja, dat moeten we niet hebben. Je moet je ding blijven doen. Ja, precies, inderdaad. En natuurlijk begrijp ik dat ze zo snel mogelijk die bal naar voren willen hebben. Maar ja, we moeten gewoon aan ons plan vasthouden. Ik zei straks voor de uitzending tegen jou, Nick, het was... het lijkt vanaf de zijkant vorig seizoen ook makkelijker. Hè? Je had met Bouchouari had je iemand die voor een overtalsituatie op middenveld kon zorgen. Waardoor de spitsen, Vente en Limbombe. Waardoor die natuurlijk meer in de 1 tegen 1 gezet kunnen worden. Je had Emmers die de diepte zocht. Je had Fluke die tussen de linies speelde. En nou speel je natuurlijk iets anders. Je hebt ook een andere middenvelders. Waardoor de verrassing vanuit het middenveld lijkt minder groot voor de tegenstander. Die stellen zich, als ik zie Vente en Limbombe hebben constant meerdere tegenstanders om zich heen. Waardoor ze zich moeilijker kunnen ontpoppen. Hoe wordt dat besproken in de groep? Hoe wordt daarmee omgegaan? Ja, jou recht zetten, dan gebeurt er ook wat, waarschijnlijk. Ja, maar over vorig jaar kan ik niet heel goed praten natuurlijk. Ik keek wel vaak het schakelprogramma, maar je ziet niet de hele wedstrijden. Je ziet korte momenten, dus ik weet niet echt hoe het vorig jaar was. Ik weet wel hoe we dit jaar spelen. En dat we daar gewoon elke keer proberen in te verbeteren. Ook met het middenveld en dat de positionering gewoon goed is. En als de positionering ook goed is, dan zie je ook vaak dat we best wel goed kunnen voetballen. Dan moeten we gewoon nu 90 minuten lang brengen. Ja. Inderdaad, we spelen nu wat anders. We spelen nu inderdaad met Douglas, die vanuit het linksbackpositie meer op middenveld komt. Dat sinds voor zijn blessure, dat was... Is dat bewust dat hij altijd de binnenkant pakt? Zeker, want vorig jaar wilden we een extra man creëren met Fluke op middenveld. Ja, en Abstram die er buitenom kwam. Precies. En nou ja, we hebben nu staat Limbombe links. En nou, staat Arjan rechts, dus we willen buitenspelers staan nu meer aan de zijlijn. En dan willen we met een back, want Dennis kan goed voetballen, Ajax-jeugd. Die willen dan op middenveld hebben, zodat we dan daar een man meer creëren op middenveld. En dat gaat volgens mij hartstikke goed. Alleen, ja, Terrence raakt geblesseerd en dan kwam Lambrechts in. Dat is een iets ander type. Maar ik denk dat dit systeem ook... vorig jaar natuurlijk ook een goede wedstrijd gespeeld, maar hebben we ook natuurlijk al een mindere periode gehad. Ja, ook die spelers die ik noem hebben allemaal wel een mindere periode. Ja, nee, ja precies. Tuurlijk. En natuurlijk, dat is denk ik inherent aan het voetbal. Ja. Maar ik denk dat we ook met deze spelers ook hele goede wedstrijden hebben gespeeld. Met een Heracles thuis die we eigenlijk de wil opleggen en VVV thuis. Ja. Dus nou ja, we kijken elke keer beelden om nog meer te verbeteren. Maar dat denk ik dat het gewoon een goede tactiek is. Goed, we hebben voor de kijkers is het eigenlijk dadelijk. Dadelijk hebben we de uitwedstrijd tegen ADO. Mm-hmm. Daarna 2 weken niks en dan nog dit jaar tegen de topploegen Heracles en Zwolle. Eigenlijk lijkt me dat gewoon lekker. Ja. Op dit moment tegen topploegen, dan wordt niks verwacht. En wellicht kun je dan vrij uitvoetballen en kun je laten zien hoe goed Roda is. Ja, dat hoop ik wel. En we spelen nu toch tegen ADO, die zit ook in een mindere fase natuurlijk. Dus dat is wel iets anders dan PEC Zwolle en Heracles. Ja. En we hebben natuurlijk 2 WK ertussen en trainingskamp in Turkije. Dus dan kan je ook heel anders als team terugkomen, een soort van... Godverdomme, nu word je nog bruin dadelijk, hè? Goh, man, zonnetje in Beerlek. Lekker trainen. Ja, goed voor de sfeer. Ja. Dat vond ik altijd. Die trainingskampen zijn perfect voor de groepsdynamiek. Regenpijpje naar beneden. Ja, nee, weet je... Geen commentaar. Nee, ja, zeker. Nee, dat is zeker goed voor de sfeer. Ja. Dan zit je 8 dagen op elkaars lip en alleen lekker trainen. Ja, dat gaat wel gebuffeld worden. Dus of dat lekker is, dat... Ik ga langzaam naar de beelden toe praten, Nick. Ja. Hoe zou jij Arjan omschrijven? Als een buitenspeler die binnendoor en buitenom kan. En met een hele goede individuele actie. En qua persoonlijkheid? Erg leuke gast. die kun je er goed bij hebben. Ja, zeker. Ja, mooi. Ja, ik ga nou niet gelijk vragen, maar we gaan... ik zei al, talent volgende week 21. Jeugdelftallen van Oranje doorlopen bij Heerenveen. Dus opgegroeid, letterlijk. Hoe bevalt Kerkrade? Goed. Ja? Nou, ik woon in Heerlen, hè, eigenlijk. Dus, maar goed, ik ben regelmatig ook in Maastricht. Dat is ook een... De club is minder mooi. En de Limburgse fly, smaakt die al? Ja, zeker. Rijstfly. Dat is mijn favoriet. De rijstfly, ja, serieus? Ja.
Ja, en het Fries en het Limburgs? Lijkt niet echt op elkaar. Nee. Maar ik kan het wel steeds beter verstaan. Maar soms moeilijk hoor. Als de fysio's bijvoorbeeld snel praten, is het wel, wel moeilijk. We hebben een aantal beelden van jou gevonden, met dank aan Ivo Kous. Beginnen Rode JC PSV. En dan zitten die 6 minuten extra tijd er inmiddels op. Dit is invaller Arjen van der Heijden. Dan de kluts. Bal kan niet worden gepakt door Peersman. En dan is het Dylan Vente die zijn 5e van het seizoen maakt. En in extremis Rode JC toch nog aan een doelpunt. Ja, het eerste wat ik denk is ook zo'n wedstrijd die eigenlijk gewoon gewonnen had kunnen worden gezien het spelbeeld en de kansen. Maar daar een staaltje van jouw traptechniek. Ja. Als je bent linksbuiten van origine, je staat hier nou aan de rechterkant. Vind je dat lekker of? Ja, ik sta het liefst rechts. Ja. Ja. Ja, ik sta het liefst rechts buiten. Bij de Veen werd ik altijd links neergezet, maar ik sta wel het liefst rechts. Ja, dus net als Arjen Robben vroeger. Ja. Ben je daarna genoemd trouwens, Arjen? Nee. Naar een Groninger, nee. Dat kan niet, hè? Nee, dat kan niet. Nee, oké. Nee, dat kan niet. Rondom die wedstrijd volgens mij begon jij steeds meer speelminuten te krijgen. En je had ook een assist in de bekerwedstrijd. Trouwens, leuke pot. Hier thuis tegen Heracles. Of eindigt het bekertoernooi voor de Limburgers in dit seizoen al in de eerste ronde? Van der Heijden. Oh, dat is een goede voorzet en de goal. Wat een goede goal voor Roda. De treffer van Hartjes. Het staat 2-2. Ja, rechts is geen chocoladebeen bij jou als ik die voorzet zie. Dat is echt... Nee, ik kan een aardig balletje met rechts ook trappen. Dat is wel een voordeel, hè? Ja. Als buitenspeler. Ja, zeker. Nick zei ook volgens mij dat ik binnen en buiten om kan. En dat is wel dan een voordeel, ja. Ja, super assist. Zelf zag ik een aantal fragmenten in het begin van de wedstrijd. Eerst zelf tegen Top Os. Ja, dat was ook geen succesvolle wedstrijd, maar ik vond... Nee. Een aantal leuke momenten voor jou. Ook vorige week haalden deze twee ploegen geen resultaat. Top Os verloor met 2-1. En Rode JC verloor met dezelfde cijfers. Bij Telstar was een behoorlijke tik voor de ploeg van Streppel. En dan kwam die bekeruitschakeling dus nog overheen. Dit zijn de eerste schermutselingen van deze wedstrijd. Goede actie van Van der Heijden. En na die twee decepties eigenlijk vandaag wil toeslaan tegen een laagvlieger. Nou, dan is dit de uitgelezen mogelijkheid voor Postema om de score te openen. Tegen de nummer 18 van de keukenkampioen divisie. Maar Postema gaat daar wel heel lichtzinnig mee om. En ook in de nastoot gaat die bal er niet in. Inzet van Arjen van der Heijden. Die wel bedrijvig is in het eerste kwart van deze wedstrijd. Ja, buitenom, binnendoor. Het is wat je allemaal zegt. Hè? Ja. Je handelingssnelheid is goed. Nog steeds pas 20. En dan wat ik ook mooi vind is. Als jij duels aangaat. Je gaat echt echte duels aan. Hè? Veel buitenspelers. Maar jij gebruikt heel je passie in die duels. Ja, mag misschien nog wel, ja. Oh, hij kijkt niet aan. Hij heeft ze op de kloot gekregen dat het verder moet. Nou, als team denk ik al geheel dat we verder de duels moeten aangaan. Dus daarom lag Nick, denk ik. Maar jij schuwt dat niet? Nee, zeker. Nee, dat zeker niet. Nee. Ik, vooral met een ingooi bijvoorbeeld. Of als iemand me inspeelt dat je hem op sterk wilt houden. Dat je verder kan voetballen. Dat hoort er ook bij. Ja, ik zie een bepaalde drive als jij het veld... Ik heb je alleen nog gezien als invaller als jij het veld in komt. Ja. Dat ik denk van oké, die houdt een tegenstander in ieder geval bezig. Ja, dat is ook mijn bedoeling. Ja. Je hebt er ook eentje gescoord. Ja. En wat voor een. Een mooi jubileum goaltje, al zit Meijer er daar niet lekker bij. Vervolgens gaat voor Roda de eerste grote kans er ook in de 26e minuut. Arjen van der Heijden denkt hem te maken, maar het is een eigen doelpunt van Rick Meijs. En zo wordt Van der Heijden zijn allereerste doelpunt in het betaald voetbal onnodig. In de statistieken staat hij toch op jouw naam. Ja, klopt. Hij is ook op mijn naam gezet nu uiteindelijk, na de wedstrijd, ja. Shit, commentator. Ja. Maar was het een bewuste indraai? Nee, niet in de goal natuurlijk. Dat is denk ik nooit een... Maar hij moest bij de eerste paal komen. Maar ja, we moeten ook van de trainer, ik, Teun, Limbombe en Lennart Daniels, moeten ook elke dag eigenlijk corners en vrije trappen oefenen. Dus er is wel opgetraind dat je hem daar bij de eerste paal krijgt. Maar dat hij er zo ingaat, dat is natuurlijk geluk. Ja, wel lekker. Ja, lekker. Wel lekker, ja. Ja, toch? Ja. Hey, wat vind je eigenlijk van Nick? Beschrijf hem eens. Speler eerst? Ja.
Ja, doe maar eerst een speler, ja. Ja, die de rest hebben we langer werk met die dan. De ervaring meebrengt in ons elftal en ook aardig kan meevoetballen en natuurlijk de duel speelt. De diepte maakt en gewoon het elftal bij elkaar houdt in de coaching, met de druk zetten, et cetera. En ja, als persoon ook gewoon leuk, kan je mee lachen, kan je een drankje mee doen, dus dat is prima. Ja, ja, gangmaker heb ik al veel gehoord uit de selectie. Ja. Ik, ben jij zo'n... Nou ja, weet je, ik hou wel van een dolletje. Weet je, we zitten, je ziet elkaar meer dan je vriendin, dus je moet er wel een beetje iets leuks van maken als je elkaar ziet. Dus ja, nee, ja. Bij sommigen moet je dan de vraag stellen welke vriendin. Ja. Nee, ik grapje. Nee, dat klopt. Maar, nee, ja, weet je, je moet de sfeer, als de sfeer niet goed is in de kleedkamer, dan kun je dat ook niet op het veld vertalen, denk ik. Ja. Dus, nee, ik hou er wel van om... Maar is dat juist nu niet nog belangrijker, dat je er even goed de sfeer in houdt? Ja, ik hoor net op het veld verzorgde coaching. Ik denk ook dat jij... ervaren genoeg bent om te weten wat er gevraagd wordt in het veld. Mm-hmm. Nou ja, klopt. Hebben we te weinig van dat soort types? In het veld bedoel je of buiten ja, het veld? Ja, in het veld. In het veld. Nou ja, we hebben met Ted van der Pavert, Niels die nu helaas even geblesseerd is en Guus, Joppe, hebben wel wat ervaren spelers. En wij proberen dat het elftal bij elkaar te houden, alleen dat is soms... Is dat nog niet zo makkelijk? We proberen het wel en gelukkig zijn er steeds meer jongens die daar die proberen aan te haken. Maar zeker in deze fase heb je wel jongens nodig die dit al wat vaker mee hebben gemaakt om de rust te bouwen. Ja. En geen gekke dingen te doen. Ja, je hebt wat omzwervingen gehad voordat je bij Roda terecht bent gekomen. Hier lijk je ook al een hele tijd op je plek. Voelt dat ook zo? Ja, ik zit uitstekend op mijn plek hier. Ja, zeker. Ja, ik, ik kan het eigenlijk hartstikke goed vinden met iedereen en ik vind het hartstikke fijn hier bij Roda. Ja. Ik heb het gevoel dat jij van een, corrigeer me als ik fout, maar echt van een lopende middenvelder steeds meer de laatste jaren een verdedigende middenvelder bent geworden. Ja, dat klopt. Dat wil niet zeggen dat je niet meer loopt, maar... Nee, ja? Nee. Nee, ja, dat is wel... Ik had inderdaad... vroeger echt bij jou was box-to-box. Ja, nee, inderdaad, dat klopt. En dat was eigenlijk voordat ik naar Roda kwam bij Almere, was dat eigenlijk nog steeds zo. Alleen hier een iets andere positie gaan spelen. Ik moet zeggen, de laatste wedstrijd tegen Helmond speelde Teun Koopmijn of zo. Ja, hij zit zo met een WK. I wish. Ja, met een WK-selectie in je hoofd. Hè. Speelde Teun Bijlenveld op 6 en stond ik wel weer iets hoger op het veld. Ja. Dat ligt mij persoonlijk beter, maar omdat je dat altijd hebt gespeeld. Maar ook op 6 weet je dat als ik daar moet aanhouden. Ja, en omdat je scorend vermogen hebt. Ja, alleen dit seizoen nee, ja, is maar dat je, nog niet. Je legt net uit. Nee, ja, klopt. Nee, inderdaad. Ja. Ja. Ja, we hebben er wat doelpunten gevonden voor Roda, uiteraard. Ook hier weer met dank aan Ivo Kous. 30 augustus 2020, je eerste goal voor Roda. Het laatste doelpunt op de toekomst is hier in de maak. Diep in de blessuretijd. Een makkelijke bal, maar doe het maar even. Niek Vossenbelt. Jong Ajax tegen Roda eindigt in 0-4. Ja, die linker van jou is ook geen chocoladebeen, dus. Nee, ja, weet je, dat is in de dropkick moet je hem... Soms hoef je hem niet heel hard te schieten. Ja, meestal als ik hem met mijn linkerbeen zo in de dropkick pakte vroeger, dan kon je hem gaan zoeken buiten het stadion. Ja, je hebt ook een paar goaltjes met links gescoord, toch? Heel weinig, heel weinig. Ja, we gaan door. Roda JC Excelsior, datzelfde jaar nog, 2020. Zo komt Roda aan aanvallen. Maar het zo. Goed gespeeld. Nou, daar is hij. Nee. In tweede instantie wel. Het is Vossenbelt. En zo staat Roda JC. Verdient voor met 2-1. De eerste kans naar rust meteen. Ja, wel het voorbeeld van box-to-box. Hè? Want je duikt weer in die 16 op. Maar het is niet de mooiste goal volgens mij. Nee, maar dat zijn wel lekkere deze hoor. Ja? Ja, nee, zeker. Die hoef je niet zoveel te doen en intikketjes. Ja. Ja, dit zijn kruisjes. Dat zei ik altijd als spits. Ja. Cambuur, thuis, in 2021. En dat is een hele fraaie kopkans. Die wordt toch binnengewerkt, mag je zeggen. Ja, zeker. Luiks is de man die het laatste tikje mag geven. Of zat hij al bij Vossenbelt? Eventjes is Cambuur terug in de wedstrijd, maar Roda zet het verschil weer op 2.
eigenlijk nog nooit gezien iemand knock-out schieten en scoren. Ja. Hij was achter de lijn, die jongen. Dus, Ja, maar uiteindelijk is hij niet op mijn naam gekomen. Ja, nee. Bij deze gecorrigeerd. Ja? Absoluut. Ja, nee, dat was mooi. Ben je nog naar hem toegelopen? Nee, ja, ik weet nog dat die grensrechter eigenlijk zei van die bal is achter de lijn. Alleen die scheidsrechter die koos voor het onzeker om die van Kees schiet hem daar dan in de lege goal. Om discussie te voorkomen. En dan, Ook hier, ik kon er niet echt iets mooiers van maken. Nee, maar nee. Ja, best veel lelijke doelpunten. Ja, maar dat maakt niet uit. Hey, ja, een goal is een goal. Ik ben de koning van de lelijke doelpunten. Ja. Dan gaan we het... Joris Jol. Joris Jol wordt hier geroepen. In. Zeker. 2021, augustus, weer een nieuw seizoen. Telstar uit, uiteindelijke eindstand 3-4. Jij maakt de 0-1. Telstar dat al twee keer gelijk speelde in de openingswedstrijden van het seizoen thuis tegen Roda JC. Roda won een keer, verloor een keer en Roda komt hier op voorsprong via Niek Vossenbelt. Trevor Doornbusch bokst die bal zo voor de voeten van Vossenbelt. Die hem dan vrij makkelijk kan binnenschieten. 1-0 voor Roda. En dat terwijl Telstar toch warme herinneringen koestert aan Roda. Kijk, ik zie dus wel iemand die sneller reageert als de hele verdediging van Telstar. En dat is middenvelder. Mm-hmm. Rustig met zijn linkerbeen binnenschiet. Maar ik denk dat dat verhaal van die wedstrijd was toen wel helemaal mooi. Hè? Dat was wel een bijzondere wedstrijd inderdaad. Want volgens mij komen jullie met 3-1 achter. 3-1 achter, ja. Ja. En in blessuretijd uiteindelijk... Serarens, die scoorde toen de 3-4. Volgens mij zijn enige goal geworden, maar... Nee, ik kan me nog wel mooi herinneren van Serarens. Ja. Nee, klopt. Nee, dat was... dat was het linker... van de oud-spelers waren Arno Domanik en Barry van Galen waren toevallig bij die wedstrijd. Mm-hmm. En die zijn 10 minuten voor tijd de kroeg ingetoken. Oh ja? En die kwamen er thuis achter. Hey shit, ze hebben nog gewonnen. Ja, dat terzijde. Ja, dat ja mooi. De laatste, 15 oktober 2021, tegen Jong PSV thuis. Het kan nog vergeven worden. Er is nog tijd voor Roda. Heel snel, de gelijkmaker. Via Niek Vossenbelt. Voorzet van Dylan Vente, de tweede voor Vossenbelt dit seizoen. Slim gelopen, voor zijn tegenstander gekropen. Heb ik wel eens gestaan, maar... Ik in het begin van mijn carrière heb ik wat hoger op het veld gestaan. Ja, en, echt 10 ook, hè, vaak. Ja, wat meer 8. Soms ook met de punten achter en speelde ik met 2 tienen. Dus daar heb ik wel vaker gestaan, inderdaad. Ja, ja, maar je ziet de vooractie bij jou. Dat valt mij dan op als spits. Ex-spits. En dan weg en je glijdt hem binnen. Ja, moet je afkeken van tv, hoor. Dat, ja? Jullie gaven net al een voorzet de komende weken. We hebben dus ADO dadelijk, zeg ik erbij voor de kijkers. Daarna 2 weken niks, maar jullie gaan naar Turkije, naar Belek. Ja, klopt. We gaan volgende week naar Turkije. Een weekje. Dus dat is denk ik goed voor de teams weer. Lekker trainen in het zonnetje, werken aan vertrouwen. Lekker en hard trainen in het zonnetje. Dat is lekker dan. Ja, dat kan lekker zijn, ja. Ha. En dan? WK een beetje volgen? Want ik wil nog een beetje naar de WK toe met jullie. Ja, nee, ja, zeker. Volgens mij zien we 2 wedstrijden van Nederland zelf al daar. Ja. Dus ja, dat is wel leuk, omdat met de ploeg... We hebben natuurlijk wel een paar Duitsers in de ploeg, een paar Belgen. Dat wordt helemaal leuk. Dat wordt een beetje onderling een beetje die strijd opvoeren. Ja. Dan heb ik een poeltje maken nog, dus... Een beetje spanning opvoeren. Ja. Heeft Van Gaal de juiste spelers geselecteerd? Vind je? Ik vind van wel. Ja. Ja. Ja? Ja. Tuurlijk, bij sommige keuzes kan je denken van ja, is dat verstandig of niet? Maar... Noah Lang? Dat dacht ik daarbij en bij de keepers. Ik had natuurlijk altijd Vlekken meegenomen. Alleen al omdat hij hier om de hoek woont. Ja. Ja, ik zie Vlekken nog. Ja, we zien hem te weinig. Ja, ik heb hem 2 keer in Nederland zelf gezien, dacht ik niet. Maar ja, zijn cijfers zijn niet normaal. Nee, en Noah Lang, ja, wie had je dan mee moeten nemen? Danjuma. Ja. Ja. Ja, maar ja, Noah Lang is een hele goede vriend van Memphis Depay. Die wil hij misschien een beetje fit houden, of tevreden houden. Ik kan allemaal meespelen. En jij, Arjen? Ik had Danjuma ook meegenomen, maar misschien voor Wout Weghorst. Ja. Alleen al hoe die praat zou je Noah Lang niet meenemen, toch of wel?
Ja, inderdaad, vanwege zijn streek. Nou, allemaal. Ja. Ik word een beetje niet goed van dat ventje af en toe. Nee, maar ja. Is wel iemand die, zei met lef en durf. Ja, hij is wel creatief en hij kan een wedstrijd openbreken. Ik denk dat je dat ook nodig hebt. Ik hoop het niet, maar. Ik hoop het ook niet voor het Nederlands elftal. Ik vond het heel opvallend dat Van Gaal zei, natuurlijk, alle trends zeggen we gaan ervoor om wereldkampioen te worden. Maar hij zei van, ik denk dat we wereldkampioen worden. Vond ik wel heel apart. Ja. Ja, maar ik denk ook dat je dat vertrouwen, dat het ook iets goeds kan doen met de groep. Dat je dat vertrouwen kan uitspreken richting de groep. Van, ik denk dat we wereldkampioen worden. Ja. Ik hoop het. In die persconferentie, ik weet niet of jullie daar wat van meegekregen hebben. Natuurlijk. Hoe hij zich daar presenteert en hoe de weg naar het WK nou ook loopt. Hè? De besprekingen die hij nog gaat voeren. Volgens mij, als er één trainer duidelijk is voor wat hij verwacht van iedere speler, dan is het Van Gaal wel. Is dat niet waar het om draait? Zeker is duidelijkheid heel belangrijk. Ja, ja zeker wat. Ook voor de nummers 12 tot en met, wat is het nu, 23, 24? Ja, ja, klopt. En als je dan terug, misschien doel je op bij ons, hoe dat bij ons gaat. Nou, niet direct, maar volgens mij is Treppel ook redelijk duidelijk. Die is heel duidelijk, ja. Die doet regelmatig in de groep vertellen wat hij van iedereen vindt. En sommige jongens vinden dat moeilijk om te horen, want dan is hij gewoon heel duidelijk, heel eerlijk. En dan zegt hij van, nou, ik vind van jou dit en dit en dit en dit en dit, dit moet beter. Maar je weet wel wat hij van je verwacht en wat hij van je vindt. En dat is denk ik heel belangrijk. Maar loop jij al even mee? Jij bent een jonge gast. Is dat lastig? Nee, ik heb er niet zoveel moeite mee. Maar ik snap wel wat Nick bedoelt, ja. 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 Dus hij kan jou... Ik had er altijd heel veel respect voor. Ik weet dat André Ooyer, bij jullie wel bekend als ex-international, denk ik, die speelde hier. En die werd na een wedstrijd PSV-Roda door Huub Stevens een keer aangepakt, dat ik dacht van dit is gewoon niet normaal. En als ex-Ajaxietje werd hij dan neergezet, maar echt aangepakt. En André hield zijn rug recht, ontving dat en zei, ja, je hebt gelijk, ik ga eraan werken, ja. En ik had na dat gesprekje in de groep, had ik zoveel meer respect voor André Ooyer. Ik had zoiets van wauw. En als je dan ziet hoe hij zich dan later ontwikkeld heeft, dan denk je, als je dat als speler oppakt, je wordt er alleen maar beter van. Mm-hmm. Klopt. Nee, klopt. Ja, meestal is het ook, is het niks persoonlijks. Is het, alleen toen ik jong was, dacht ik ook van, hey, fuck, die trainer die moet me niet. Ja. Maar ja, de trainer wil ook gewoon het beste voor het elftal. Er zijn ook sommige trainers die gewoon zo in elkaar zitten. Ja, nou ja, die heb ik nog niet echt meegemaakt. Ja. Maar natuurlijk hoor je wel eens verhalen. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, de trainer die wil ook de wedstrijd winnen. Dus die zal altijd het beste elf op gaan stellen. Ja. Ja, je bent 31, hè? 31, ja. Weet je al wat je gaat doen na het voetbal? Denk ik natuurlijk wel over na. Ik heb gelukkig tijdens mijn carrière een studie afgerond. Wat heb je gedaan? HBO Topsoft Manager en Ondernemerschap. Dus die is klaar, die is in het zakje. En, dus als ik dat zo inschat, het liefst in de sport blijven? Ja, zeker wel in de sport blijven, ja. Ja. Ik zou wel in de sport willen blijven en in welke hoedanigheid dat... dat ben ik nou een beetje aan het onderzoeken. Ik heb gelukkig hierna nog een jaar contract. Dus ik zit niet op de schopstoel. Maar het is wel fijn om dat binnen te hebben. En ik raad het eigenlijk iedereen aan om niet op die PlayStation te zitten, maar personal trainer. Jij komt net kijken, Arjen. Wat wil jij over 3 jaar bereikt hebben? Over 3 jaar bereikt? Ja, nee. Ik pak even een langere periode. Ja, gewoon jezelf zoveel mogelijk ontwikkelen. Hopelijk met Roda naar de Eredivisie promoveren. Zou het wel wat beter moeten gaan dan nu, maar ik denk dat dat een mooie streef is. Ja, daar gaan we voor. Ja. Heren, ik dank jullie voor de komst. Ik wens jullie heel veel succes, want ik weet, iedereen spreekt je nou aan van wat is dit. Pak het weer op met z'n allen. En volgende uitzending zijn oudspeler Fatih Sonkaya en Rob Fransen van The Voice of Calais te gast. En duiken we nogmaals in het roemruchte verleden van deze prachtige club. Mensen hier, dank voor de komst. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Succes nogmaals tegen ADO en op weg naar betere tijden. Adieu!